Wij zijn begonnen met te werken aan de Arduino met het idee een theremin te maken. Een soort muziekinstrument, maar dan met sensoren, dus met de afstand dan geluid maken. Ja, het is, in het programma is het wel cool als je daaraan begint, dat je dan zelf ziet van, ah, op die manier doe je dit, bijvoorbeeld zet een tekstje, dan weet je, ah, ik kan dat naar mijn eigen hand zetten. Ik kan daar zelf een tekstje plaatsen, want in het begin moesten we gewoon bijvoorbeeld stop of hou op. En dan kun je daar zelf je eigen tekst zetten. We hebben dan ook onze naam ernaar veranderd, in plaats van 1, 2, 3 piano, gewoon het Marit en Jelena genoemd. De grootste uitdaging was van gewoon met iets te komen, gewoon vanuit het Russisch constructivisme, om dan gewoon in SketchUp te beginnen tekenen en dat je eigenlijk niet goed wist wat je wou. En dan gewoon zo, ja, random vormen moest maken en in elkaar moest laten passen. Moest je ook rekening houden met hoe groot de termijn was en zo en de hoogte. Je mocht niet te hoog werken, want anders kun je die zendertjes niet meer aansluiten en zo. Wat ja. Ook wel moeilijk was, was om door die wedstrijd te openen laten uit te komen zonder dat eigenlijk daar gewoon een plaatje eruit komt. Want ik werkte met zo ook een. Oh my god, dat is wel goed. Maar ja, dankzij het fantastische programmeerwerk van de vierdes. Kunnen jullie dit doen? Het maakt geluid. Een heel leuke ervaring, dus zo een keer iets anders dan het typische Word of Excel of Scratch. Of Scratch, inderdaad. Het is iets anders, het is ook meer praktisch, dat vind ik ook heel leuk. Dat we met hardware kunnen werken in plaats van de software op de PC's.